Hallo lieve allemaal, we staan hier in het concertgebouw, de grote zaal, compleet volledig leeg en we missen jullie heel erg. Ik ben ontzettend blij dat ik hier sta nu met Letitia Gerards en Thomas Beyer, twee fantastische muzici. En we gaan samen een heel mooi afwisselend programma voor jullie spelen en ik ben heel blij dat we dat toch nog met jullie kunnen delen via een schermpje. We beginnen met een lied van Camille Saint-Saëns, een nogal melancholisch gedicht van La Comtesse de Noailles. Dat wil zeggen, het begint melancholisch, maar krijgt aan het einde nogal een dramatische wending. Gedicht over vioolklanken in de nacht die onze harten doorboren. Daarna een lied van Samuel Barber, Solitary Hotel, op een fragment uit de roman Ulysses van James Joyce. En ik ga niet verklappen waar dat precies over gaat, want dat kunt u straks zelf horen. We eindigen met een vurige tango van Piazzolla. We staan nu in een empty concertgebouw, maar we hopen heel erg dat het hier over een hele, niet zo lange tijd meer empty is. Veel plezier. Puissant ivresse.
Sloping upright and back hands.
giorno.